Dames en heren, goedenavond. Stel je zit aan tafel met je zoontje en je zoontje zegt: papa, wat is eigenlijk aftrekken? En wat moet je dan zeggen behalve je in de soep verslikken? Dat is een van de kostelijke scènes uit de programma's van de mensen die hier aan tafel zitten. Achtereenvolgens de Stratenmaker op Zeeshow, J.J. de Bom en nu Klokhuis. En de drie mensen die al 25 jaar aan dat programma werken, dat zijn Joost Prinsen, Aart Staartjes en Wieteke van Dort. En die zitten hier. Hoe is het eigenlijk begonnen? Kende je ze al? Is het bij jou begonnen? Wieteke kende ik vanaf 1970. Ik denk iets voor. Dat was denk ik bij Oebelen. Daar mocht ik een keer als gast optreden met Ton Lensink. Ja. Ja. En Joost? Joost die had ik voor het eerst gezien in Hadi Massa. En dat was de enige acteur die het volhield naast Ton van Duinhoven. Ik dacht, die moet ik hebben. Hoezo was het zo lastig om met Ton van Duinhoven te werken? Ton van Duinhoven kun je niet meer spelen. Oh. Ton van Duinhoven speelt en jij staat ernaast. En dat is Joost gelukt? Dat is Joost gelukt. Ja. Maar naast Ton van Duinhoven staan zou jou ook nog wel gelukt zijn. Ja, maar je neemt mij op de koop toe, heb ik net gehoord. Dus, ja. Wat was het uitgangspunt van jullie samenwerking? Nou, niks. Het was gewoon toeval. De VARA, Trace ten Uyl, die vroeg mij of ik misschien een ideetje had voor een kinderprogramma. Want er was wel een gaatje vrij. Het was in de zomer. En er was wat geld. Er was nauwelijks studiotijd. En de directie was op vakantie. Oh, dat is altijd een heel goed klimaat om een programma te bedenken in de regel. Ja. En toen hebben we met list en bedrog een programmaatje in elkaar geflanst. Een idee. Eigenlijk een idee. En toen is Frans Boeren erbij gekomen. De schrijvers zijn erbij gekomen. En toen zijn Joost en Wiet erbij gekomen. En kun je vertellen wat gaandeweg het uitgangspunt werd van de creativiteit? Ik bedoel, we weten dat er scènes zijn. Maar was er een soort visie van dat moet het worden? Nee, geen enkele visie. Het was, Wel, wij verbonden ons op één zin, geloof ik. Ik geloof dat Frans Boelen hier had bedacht dat wij, moet ik het goed zeggen hoor, in de eeuwige strijd tussen ouder en kind de zijde van het kind zouden kiezen. Ah, ja, ja. Nou, 25 jaar later durf ik daar niet meer 100% achter te staan. Maar toen had ik nog geen kinderen en nu wel. Oh, dat scheelt enorm, hè, geloof ik. Ja, je kijkt nou al uit. Maar ja. Het was natuurlijk ook een anti-autoritaire tijd, 25 jaar geleden. Nou. Nog niet? Nee, niet echt. Niet nou, echt. Ja. Het was toen wel, maar het was niet. We hadden de wind mee, Wiet. Weet je wat eigenlijk maar zoveel, is? Zoveel boze brieven. Die jaren 60, de Stratenmaker was van begin jaren 70, 72. Ja, 72, ja. 72. En die jaren 60 waren aan kinderprogramma's eigenlijk voorbij gegaan. Dus dat was toch nog veel Sviebertje en Pommetje Horlepiep en zo. En dit was eigenlijk het eerste kinderprogramma dat een beetje gestructureerd een jaren 60 wind in zich had. Ja. Ja. Ja, ja, dus anti-autoritair. Er helemaal voor, maar werd er dan ook een soort denktank van anti-autoritaire psychologen aan jullie toegevoegd? Nee. Om te kijken of de lijn er wel in zat? Godsnaam niet, zeg. Nee, maar er was iemand die werkte mee, een pedagoog, en die moest er gauw weer uit. Oh. Ja, die moet je niet hebben. Maar we hebben in het begin hebben we, in het geheim hadden we dus die drie programma's uitgezonden. En toen kwam het derde programma van de Stratenmaker, dat ging over poep en pies. En toen heeft Henk van der Meijden ons werkelijk geholpen. Henk van der Meijden, jij krijgt de koninklijke onderscheiding. Want dat is, die heeft toen geschreven in de Telegraaf: VARA leert jeugd schutting worden. Die kwamen er bij massa's in voor. Ja, behoorlijk. En toen gingen we enorm de lift in. Iedereen ging kijken natuurlijk. Want die hoopte die schuttingtaal. Ja, natuurlijk. Ja. Dat hebben we ook wel. Maar moesten we toen een tijdje doen ook van de VARA. Vieze woorden. Het waren leuke vieze woorden. Dus zoals? Er was een scène in Kunt u mij de weg vertellen naar het Drollenpad. En dan ging je dus over de piesteeg, Poepjesplein en zo. Ja, maar jij hebt ook tegen Joost gezegd van: mag ik de jouwe zien en mag jij de mijne zien? Zo. Dat was ook in de scène. Wie was echt waar. En ook, echt waar. Wilt u mijn plassertje zien? Ja. Oh, dat klinkt alweer anders. Het was ook dat toen allerlei mensen die Telegraaf hadden gelezen, die spraken ons aan op straat dat het toch schande was dat de VARA dat deed en zo. En Wiet, die altijd een heel integer iemand is geweest, die ging met die mensen discussiëren. Maar telegraaflezers die hun mening veranderen, dat is nog niet vertoond natuurlijk. Dus een kwartier later stond ze nog het standpunt te verdedigen dat wij het zo goed deden met de Stratenmaker op Zeeshow. Terwijl ik altijd binnen 30 seconden van die mensen af was. Want ik zei: ja, mevrouw, u hebt volkomen gelijk. Het is schande wat die VARA doet. Maar ja, ze vroegen mij: speel wat sketches en liedjes mee in een jeugdprogramma. En ik denk: daar kan ik me geen buil aan vallen. Dat is hartstikke
hartstikke leuk. Toen las ik die vieze woorden. Ik zei dat weiger ik. Toen zei ze, u hebt een contract getekend. We doen een proces aan. Ja, ik heb ook nog maar net de toneelschool gehad. En dan zei hij, ik zei er ook vaak nog iets bij van de rode honden. Dat was nog in die tijd, weet je wel. Sieper van de zee, weet je niet. En binnen 30 seconden was... Ja, de rode honden. Binnen 30 seconden scheidde ik als de beste vrienden van die mensen. Ze riepen me vaak nog aan, meneer, veel succes hoor. En dan zag ik in de verte Wiet nog staan, wanhopig staan praten. Nou ja, het was dus een omstreden programma. Ja, ja, echt een controversieel programma. Ja. Waren er ook wel dingen die jullie niet wilden doen? Want de teksten werden geschreven door inmiddels hele bekende en beroemde schrijvers, zoals Doris Stijn en Wilmink en noem maar op. Maar ja, jullie moesten ze uitvoeren. Waren er geen dingen waarvan jij bijvoorbeeld dacht... Ja, ik wel, ja. Ik ben een ontzettende trut en ik wil ook niks tegen het Koningshuis en zo. Maar nou, dan ben je niet meteen een ontzettende trut, hoor. Nee, nou, maar... Paul. Maar toen was er op een gegeven moment een lied. Was het nou Stratenmaker of J.J. de Bom? Over een meisje die heeft een moedervlek tussen de benen. Pardon? Ja. Ja. Moedervlek op een bepaalde plaats. Mm-hmm. Daar. En toen zei ik, dat ga ik echt niet zingen hoor. En toen zei ik van, nou dat is nergens voor nodig. Kan ze die moedervlek niet ergens anders hebben en zo. Maar ze plaagde mij toch altijd heel erg. En toen moesten ze daar zo Omdat jij ook nooit wilde zoenen voor de televisie en zo. Eerst over de moedervlek. Ja, en toen gingen ze... daar zo om lachen. Wat bleek nou? Ze hadden tijdens de vergadering hadden ze al voorgespeeld hoe ik zou reageren. Ja. Van kunnen we niet dit? Kunnen? En toen zei ik exact wat zij voorspeld hadden. En ik al zo rondkreeg van waar lachen ze nou toch om? Ik heb gewoon mijn mening gegeven. Ja, maar de tendens van het liedje was, ze had een moedervlek en daar maakten ze zich echt zorgen over. Maar het einde van het liedje was, die moedervlek was vanzelf verdwenen door het haar tussen haar benen. Maar goed. Er stond ook de zin in Hans Zorrestein had die tekst geschreven, bij de operatie ging iets mis zoals te doen gebruiken. En onlangs werd hij geopereerd, Hans, want hij is flink ziek geweest. Veel beterschap, Hans. Ik heb me niet aan die zin herinnerd. Maar nog even, als je me toestaat, want je moet het strak houden hoor. Mm-hmm. Over die psychologen in het begin. Die had de VARA er gewoon bijgehaald om zich een beetje in te dekken tegen de telegraaflezers. Ja. Van wij doen dat met psychologen en zo. En volgens de aanwijzingen van die psychologen hebben de schrijvers toen ook in opdracht van onze regisseur Frans Boelen een script geschreven. Helemaal zoals het pedagogisch verantwoord was. En die pedagogen, psychologen, wat het ook waren, die waren daar wild enthousiast over. Nou, die gingen weer aan hun werk en wij gingen repeteren. En Frans Boelen pakte dat script, gooide het zo in de prullenbak, haalde het echte script tevoorschijn dat hij die mensen niet had laten lezen. En dat zijn we toen gaan repeteren. En blijvend zonder ruggensteun van psychologen. Maar, nu heb ik speciaal voor deze uitzending heb ik een aantal van die bandjes teruggezien. Zoveel waarde overigens ook weer niet, dus ik kon niet ontzettend veel zien. Maar daar zit een topscène in die toch ook wel enige pedagogische achtergrond heeft. Het is de omdraaiing van de rollen van de kinderen en de ouders. En de vader klopt op de deur van de kinderen of hij binnen mag. Daar gaan we naar kijken. Wie is daar? Pa. Wie? Pa. Nou, kom dan maar binnen. Nou, en... Ja, wat nou? Ik wou zeggen dat ik dat mij... Dat we? Dat we spijt van hebben. En dat je het? Dat we het nooit meer zullen doen. Oh. Zullen we doen? Zullen we het ze maar vergeven? Als ze tenminste echt nooit meer doen. Nee, we zullen het echt nooit meer doen. Want je moet weten dat je je kinderen daar een groot verdriet mee doet. En wij hebben het beste met jullie voor, zul je dat nooit vergeten. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat zitten wij op school voor jullie plezier. Zul je dat nooit vergeten? En al die boterhammen die we elke dag naar binnen moeten En elke glaas melk elke dag. Altijd maar weer tanden poetsen. Ja, en elke avond vroeg naar bed. Dat doen we allemaal voor jullie. Ja, de vaders en de moeders. Want wij hebben het beste met jullie voor. Zul je dat nooit vergeten? Nee, dat zullen we nooit vergeten. Nou, zullen we er maar niet meer over praten, hè? Was mams in de keuken. Ze durfde niet. Ah. Kom hier. Klein kusje is weer over, hè? Praten we er niet meer over. Als jullie tenminste echt nooit meer doen, hè? Nee. Doe je ons kinderen heel veel verdriet mee, hoor. Heel veel verdriet. Ja. Nou, ga dan maar naar beneden. Ga je krantje lezen, hè? En ik vind je flinke vent dat je uit jezelf gekomen bent, hoor. Ja, jij bent onze eigen, echte, grote, flinke papa, hoor. Jij bent onze flinke vent. Ja. Dag! Ja, kiezen voor het kind, dat is toch wel ondubbelzinnig duidelijk. Ik bedoel, die moraal, het was een beetje moralistisch, toch niet?
Wel, de ouders moesten toch wel leren van deze scène dat ze het allemaal niet goed begrepen. Nou. Ja. Zo'n scène om te lachen. Het is kijken, het is natuurlijk leuk om het om te draaien. En zeker in een anti-autoritaire tijd. Nou, had je veel succes. Dus, of er echt zo'n moraal achter zat, of we zoveel bedoelingen hadden. Daar werd tussen jullie niet over gesproken van, die ouders die zullen we eens even leren dat ze dat helemaal niet gek. Het moet gewoon om te lachen zijn, leuk. Ja. Nee, het is heel goed dat die banden gewist zijn allemaal. Echt waar. Anders zouden er nog allerlei proefschriften over geschreven worden, allerlei psychologen bovenop gedoken zijn. Maar dat zat er helemaal niet in. We maakten in de haast een programma. Voor heel weinig geld en het moest allemaal heel vlug. En er waren bij de schrijvers een paar moralisten, ja. Maar ook bij de schrijvers wel. En jullie spraken die tekst uit, dus die moraal is er toch duidelijk ingestopt. Jawel, goed. Maar ja, dat is een soort dichtersmoraal. Nee, maar Paul, je moet eens luisteren. Je kunt niet zeggen van enig belang, behalve 2x2 is 4 of zo, zonder dat er een moraal achter zit. Het gaat maar in hoeverre die moraal goed verwerkt is in een scène of in een lied of in een toneelstuk of een roman of een schilderij of noem maar op. Alles draagt natuurlijk een zekere moraal in zich mee. Ja. En als die al te overheersend wordt, dan zeg je dit kunstwerk, deze roman of deze sketch is moralistisch. Wij gingen daarbij er nooit van uit, maar soms, best ontkom je er niet aan. Ja. Nee, en soms stelden we ons dommer op dan het kind. Als jij het koninkje speelde en dan daarna heel veel lekker snoep at, dan had je pijn. Mm. Dan zeiden de kinderen thuis, ja, maar die stomme zak, die snoep, en die weet niet eens dat het kiespijn. Nee, maar jullie speelden scènes waarbij onderwerpen werden aangesneden die doorgaans in gezinnen niet werden aangesneden. Dus de eerste keer dat een meisje menstrueerde, waar de koning die dan door jou wordt gespeeld, hoera, hoera, meteen champagne. Nou, dat wordt niet overal in gezinnen waar de eerste menstruatie wordt gesignaleerd, wordt dat gedaan. Nee, de fles opengetrokken. Ja. Een liedje over de ontwikkeling van borsten. Waren brieven, Paul. Brieven van meisjes die thuis niet voorgelicht werden en zich rotschrokken. Toen kwam die scène. En ook dat meisjes daarmee zaten, hoe hun borsten zouden worden. En daar kwam dat prachtige lied van Willem Wilmink van achter tijd zal moeten leren of het op appels lijkt of peren. Ja, maar is dat nog een zintje voor? Kun je dat ook nog herinneren? Ja. Zij kent het hele lied. Ja. Net zoveel als Beatrix. Beatrix of misschien wel bijna niks. Ja. Ja. Net zoveel als Beatrix of misschien wel bijna niks. Nou ja, door voor iemand die niks kwaads over het Koningshuis wil zeggen, vind ik het een tamelijk gedurfde tekst. Nee, maar dat is ook niet kwaad bedoeld. Beatrix heeft voldoende. Dat vind ik. Ik heb geen vergelijkend onderzoek gedaan, maar ik neem het onmiddellijk voor je aan. Dat hoor je aan de zin. Net zoveel als Beatrix, tegenstelling of misschien wel bijna niks. Dus ik bedoel, dat. Ja. Nee, maar goed, even terug dus of er iets moralistisch in die programma zat of zit. Hè. Als je dat soort onderwerpen aansnijdt, dan krijg je automatisch de vraag, willen kinderen dat eigenlijk wel? Blijkbaar vonden jullie dat, want het gebeurde. Maar moeten kinderen overal bij betrokken worden? Nee, helemaal niet. En je moet ook niet denken dat wij dat maakten voor die kinderen zo. Ik bedoel, je maakt de dingen, je weet dat er is een kinderpubliek. Daar werk je voor. Maar je gaat niet voor die kinderen werken. Want dan ga je een soort etalagekunst maken. Dat is niet leuk. Dus je maakt gewoon iets dat je denkt, nou ja, dat vinden wij leuk. Om dat nou eens aan kinderen te laten zien. Dus het was niet dat jullie aan de hand van de brieven... Nou, ook brieven, dus, hoor. Maar ja, wie ziet dat iets anders dan ik dat zie? Oh, ja, ik heb net verteld dat jullie 25 jaar eendrachtig samenwerken. Dus Maar daardoor kun je nog wel dingen verschillend zien. Oh jee. Ja. Nee, maar even terug op wat kun je allemaal behandelen. Jullie deden dus veel. Ja. Borsten. En, ik kan me nog een scène herinneren waar jullie samen op de bank gingen zoenen. En dan kwam er een meneer die zat zo een beetje te gluren en kleine aantekeningen te maken. Ja. Dat zou nu toch in een hardere versie ongebruikelijk zijn. Maar vind je dat je ook bijvoorbeeld wat in België gebeurd is, dat je dat in een sketchje aan kinderen moet duidelijk maken? Nou, als je dat handig schrijft, dat moet wel kunnen. Wij hebben ooit geprobeerd om een figuur erin te krijgen die heette Koos de Kinderlokker. Dat is er nooit doorgekomen. Dus Mark Dutroux aan van alle letteren. Nee, maar de titel was natuurlijk heel erg leuk. Die zal Dorrestein wel weer verzonnen hebben, denk ik. En een lied over kinderlokkers. Ik weet best dat dat voor mannen zijn. Zwarte ogen, en dat. Ik vind Witteke iets tekstvaster zo. Op het eerste hoor. Later eens verder gaan. Ze bieden je steeds toffies aan. Ze vragen je om mee te gaan. Daar is natuurlijk niks van aan.
goed. Denkvastheid. Wacht even. Was het een programma bedoeld voor kinderen of niet? Of was het bedoeld voor ouders? Nee, het was bedoeld voor kinderen. We richten ons tot een kinderpubliek. Ja, maar... Ja, en die kinderen zitten ouders vast. Ik bedoel, dat is het leuke conflict erin. Juist in een tijd waar dat een beetje gaat breken, waar er nog heel veel mensen, onze opvolger Jan Kok, die mocht het niet zien. Die kwam van gereformeerde huizen. Die had boven een televisie verstopt met zijn broer. En dan zaten ze stiekem naar te kijken, naar de stratenmaker. Nou, dat is leuk. Dan heb je natuurlijk een leuk publiek. Maar is het nou jullie als acteurs ook om te doen geweest dat je hoopte dat die ouders er iets van zouden leren en minder autoritair met hun kinderen zouden omgaan? Nee, dat dachten we gewoon niet. Ik dacht daar nooit bij na. Had je zelf kinderen in die tijd? Ja, en die gingen dan Ivanhoe kijken op dat uur. Nee, is echt. Dus helemaal niet het idee van ik doe iets waar die ouders zelf, jij zelf dus ook iets aan hebt? Nee. We maakten een leuk programma en ja... We trokken onzeker wat van de brief aan. Donald, weet je wel, een speciale man die schreef alle... Het is later gekomen, de straat was veel minder. Bij de bom was dat al meer, dat er meer bedoeling achter lag. Althans, erin gestopt werd. Maar jouw kinderen keken niet, die van jou wel, Joost? Die waren nog te klein toen. Wie heeft oudere kinderen dan ik? Ja, maar ze keken wel af en toe, hoor, die van mij. Maar ook wel eens naar Ivanhoe en dan vond ik wel jammer. Mijn kinderen keken naar de bom en als ik dan een klap kreeg, begonnen ze te huilen. Die waren nog te klein. Je gaf ze wel gewoon een klap, ondanks... Nee, de als ik de televisie... Of de televisie. Nee. Hey. Maar heb je er zelf iets geleerd van? Jullie moeten toch de ideale ouders geweest zijn? Nou... Ach, zit toch niet de hele tijd zo tussen over die moralen. Weet het vrij veel. Welke omroep zitten we hier eigenlijk, Joost? Jeetje, laten we het dan over kindertelevisie hebben. Waar kijken kinderen tegenwoordig naar? Naar goede tijden, slechte tijden? Ja, stop, ja. En, zei je dat? Nou, voor de kinderen. Er worden heel veel kinderen naar gekeken. En dat is toch gewoon een keukenmeidenroman. Dat is leuk. Ik ben er ook niet tegen, hoor. Ik vind het best aardig. En een heel leuk programma. Wat ik dan nu kan noemen is Lunatic bij de VPRO. Dat heb ik een paar keer gezien. Vind ik een heel leuk programma. Leuk kinderprogramma. Maar gebeurt er genoeg in de geest zoals jullie dat deden? Dus op creatieve wijze met sketches die kinderen bereiken. Tegenwoordig op televisie. Sesamstraat, Klokhuis. Dat is meer educatief eigenlijk, hè? Ja. Dat is wel waar, ja. Ja. Maar Klokhuis heeft genoeg absurde scènes. Die zijn niet educatief, die zijn gewoon gek. Ja. Ja. Maar je kunt ook zeggen, is het misschien nog niet meer van deze tijd om op die manier kinderen te bereiken? Want waar bereik je kinderen mee? Dus met goede tijden, slechte tijden. Maar ook met MTV, waar een soort verhaaltje per clip in wordt verteld. Ja, maar dat is toch... Nou ja, maar ook met het instructieve van bijvoorbeeld Klokhuis... Ja. Ik wil niet schermen met kijkcijfers, ook omdat je dan over de hoofden van de meeste mensen heen praat. Maar getuigen die kijkcijfers, bereik je daar toch ook veel kinderen mee. Ja. Dus met iets wat instructief is, kun je wel degelijk mensen, kinderen, volwassenen bereiken. En het is een programma... Dus wat dat betreft moet je niet te veel zorgen maken. En moet je ook niet te veel uitgaan... van steeds maar ze iets willen leren of moraliserend willen bezig zijn. Want dan is het gevaar dat die moraal die je scène gaat overwegen, wordt te groot. En moet je eerder uitgaan van, is dit ontroerend, is dit leuk, zit het dramatisch goed in elkaar? Want dan weet je dat de moraal, if any, er goed in verpakt zit. Ja. Goed, laten we eens kijken wat het met jullie gedaan heeft, 25 jaar samenwerking. Wieteke. Ik heb begrepen dat een van de types, Tante Lien, dat je daar nog steeds mee het land in trekt. Ja, en dat is ooit begonnen bij de stratenmaker. Toen vroeg ik aan Frans Boelen, die trouwens ook de deftige dame erg verzonnen had voor mij. Maar toen vroeg ik, mag ik dat met een Indisch accent doen? En toen was het een vrouwtje tussen jullie in. En de scène weet ik niet eens meer precies. Maar daar sprak ik voor het eerst met dat Indisch accent. Het werd ik meteen opgebeld. Doe mevrouw, kan u niet een half uur op de feestavond vullen? En ik dacht, wat nu, hè? En toen zei ik heb geen tekst, hè, als u maar zo praat, weet je wel zo. En toen heb ik Jan Riemen scène gevraagd en dat werd meteen op het toneel groot succes. Toen vroeg ik aan Frans Boelen weer, Frans, mag ik niet een Indisch type bij je spelen? En wij deden toen buiten de stratenmaker Panorama Woensdagshow. Kan je herinneren? Ja, het begin, ja. Hey. Maar kijk, wat ik zo interessant vind is dat je iets wat 25 jaar geleden zo begon is, nog steeds tot op de dag van vandaag, dat je daar gebruikt om mee het land in te gaan. Ja.
Dus zijn eigen leven gaan leiden. Vind je dat fijn? Of denk je eigenlijk... Heerlijk. Echt waar? Maar die oertante... Zou je er niet afscheid van nemen? Nee. Dat kan ik tot mijn 80ste doen. Maar tante Lien was vroeger heel anders. Die klaagde altijd en die was altijd heel zielig. En dan ging ze bijvoorbeeld in het park wandelen, tante Lien. En dan kwam Joost, weet je nog, die scène. Als een soort journalist aan dat Indische mevrouwtje wat vragen. En dan zei ze, nou meneer, dan moet u daar en daar. En aan het eind ging hij zijn regenjassen openmaken. Weet je nog? Nee, kun je het niet herinneren? Nee, dat was de oertante Lien. Of ze werd ingemetseld maar in kun het... Kun je als je dus, dat hoeveel scènes zullen jullie... Ja, jij helemaal, iets van duizenden scènes gespeeld. Ja. Op die manier, kun je dan nog iets anders? Jawel. Het... Je doet het niet op het grote toneel gaan. Nee, daar heb ik geen zin in. Dat waarom vind niet? Dat vind ik niet leuk. Ik vind er niks aan. Niks aan? Het grote applaus? Zelfs Johnny Kaaikamp heeft het gedaan. Ja, hij wel, maar ik niet. Ik vind het vreselijk. Je moet er niet aan denken. Ik wel. Ja. Ik heb altijd toneel gespeeld daarnaast. Aart heeft er ook veel aan naast gedaan. Produceren, regisseren, ja. Camera. Ik vind het niet jammer dat hij dat niet is gaan doen. Ik vind het doodzonde, want hij is een... Hoe raar het ook klinkt over iemand te zeggen die zoveel scènes heeft gedaan, hij is een onderschatte acteur. Aart kan vreselijk goed acteren. Maar hij is volgens mij een beetje bang van zijn eigen talent. Kijk, en dat meen ik. Dat is nou een dat vriend. Is nog waar een vriendschap. Dat is, ja. Zelden een vriend zoveel geld verdient. Maar heb je dat dan gelaten, Joost? Dat is natuurlijk wel het voordeel van die samenwerking, dat jullie blijven bij elkaar, jullie verdedigen elkaars positie daarin, denk ik. Hè? Ja, dat is de staartjesdoctrine een beetje. Laten we elkaar de bal toe spelen, dan houden we brood op de plank. Aart is natuurlijk voor alles een practicus. Maar hij is, even, want dat zou een beetje flauwekul, hij is een vreselijk goed acteur. En daarom vind ik het erg jammer dat hij al, nou hoe lang al niet, 20 jaar of zo niet meer in theater te zien is. Ja. Sinds 1971 heb ik er niet meer op gestaan. En komt het niet op de latere dag nog een keer terug? Nee, ik heb wel een poging ondernomen om iets te doen, maar dat ging toen meteen al mis. Toen dacht ik, ach, dat is ook het teken van de Heer. Dat moet ik ook helemaal niet doen. Ik vind het helemaal niet leuk. Maar je was ook blij dat het mis ging. Ja, ook. Dus ja. Nee, ik vind het helemaal niet leuk. Ik hou niet van applaus, ik hou niet van een gedoe. En dan zegt Joost, je bent je carrière misgelopen. Wat zeur je nou, jongen? Moet je kijken, miljoenen publiek. En hebben jullie niet last van, want jij zegt, ik doe het dus wel, je hebt een paar jaar geleden nog Flaubert gespeeld, weet ik veel wat. Ja. Dat je zo geïdentificeerd wordt door een generatie met Erik Engert. Nou nee, want je kunt altijd goed het televisiepubliek en het theaterpubliek onderscheiden. Mensen die me alleen kennen van Erik Engert of andere types voor de televisie, daar weet je van, die gaan nooit naar het theater. Want ik heb, ja, sindsdien... Ik heb ieder jaar wel rollen gespeeld. Er is geen jaar geweest dat ik geen rollen heb gespeeld. En vaak ook meer dan één. Dus het theaterpubliek heeft daar al lang geen last meer van. Maar op straat roepen ze Erik Engert. Ja, nou ja, goed. Of ze nou Erik Engert roepen of... Ja, wat kan ik eraan doen? Nee, ja, ik vroeg of, ik vind, of je ik, er last ik, ik heb er bij een, ja, soms als ik in een kwaaie bui ben, dan vind ik het vervelend. Ja. Maar omdat ik dan toch iets zieks over mezelf heb. Van ik heb zoveel en Shakespeare en Chekhov en noem maar op wat je net al zei, weet je wel. Dan krijg ik aanvallen van chiquheid. Maar kondig deze muziek het einde van dat dit programma aan? Dat is wel, ja, waar je de song doorgaat op de... Ja. En dan vind ik het wel vervelend, maar verder niet. Zien jullie elkaar buiten dat werk nu al 25 jaar om ook? Ja, ja. We eten dan gezellig met elkaar. Ja, en de dames en daarbuiten ook. Niet van dagelijks bij elkaar op de vloer. Nee. Ik denk 3-4 keer per jaar of zo. Ja. Dat we net uithouden. Verjaardag of ja. Dan kun je het heel lang volhouden. Zou je het leuk vinden als die programma's herhaald konden worden? Ja, zijn ze gewist. Maar nee, laat maar weg. Laat maar weg. Ja? Waarom niet? Ja, waarom niet? Ik vond het hartstikke leuk om je te zien. Je verdient er niks aan, want het is die rechten zijn allemaal weg. Ja. En, nee, maar ik bedoel voor het publiek. Het zou het voor het publiek leuk zijn? Ja. Kan mij dat publiek nou schelen? Maar het publiek kan jou niks schelen. Mij wel. Hartelijk dank dat jullie die mooie dingen gemaakt hebben. Ja. Dames en heren, dit programma wordt wel herhaald overigens morgen alweer. Maar middag heeft iets. Kijk, ook niks voor. Kijk, ook niks hoor. En morgen gaan we dus weer gewoon BNW dan met Sonja Barend. Tot dan. Wilt u een uitzending van Barend en Witteman bijwonen? Dan kunt u tijdens kantooruren bellen met VARA Publiek Service. 035 6289 777.